En dan nu? Hallo kijkers. De kwaliteit van het groen in de wijk is goed voor een eerste plaats in deze categorie van de Atlas voor gemeente 2013. Dan zijn er in andere steden dus nog meer bomen gekapt dan hier in Nijmegen. Nijmegen was ook jarenlang koploper met het lelijkste plein van Noordwest-Europa, plein 44. Ooit stonden er 28 bomen op plein 44. In april 2005 beweerde de ING met een groot bord dat de bomen van plein 44 verplaatst zouden gaan worden. Dat zou in 2007 moeten gebeuren en in 2010 zouden ze dan weer terugkomen. Met allerlei fotomontages, maquettes en ander beeldmateriaal is ons wijsgemaakt ondertussen dat er heel veel groen terug zou komen op de plein. Niets is minder waar. Het duurde tot april 2010 voordat de bomen überhaupt weggehaald werden en het grootste gedeelte is toen gekapt. Er zijn toen wel geteld 3 bomen verplaatst naar de Waalkade onder andere en eentje naar een hoek van het plein zelf. Teruggeplaatst is geen enkele boom. Want sinds een paar weken staan er boven op het dak van de nieuwste parkeergarage 5, jawel, 5 nieuwe bomen. En die hebben een bakje grond onder zich van ongeveer 1,5 meter diep. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ben ik benieuwd in welke categorie we volgend jaar hoog scoren.